Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Hey team! Kom maar helpen. Het is direct van mij te helpen. Mag ik u helpen om het werk wat te verlichten? Dat mag zeker. Oké. Ik ga u gewoon nadoen, hè. Zo'n plantje, hoe oud is dat eigenlijk? We kopen dat aan als een klein kiemplantje en dan laten we nog een paar dagen staan eigenlijk, okay. Dat het nog wat groeit. En dan planten we ze zo uit in de grond. Ze zijn ongeveer een week of 4 oud al. En eer dat ze echt volgroeid zijn en klaar om te plukken, hoe lang duurt dat nog? Nog een 5 weken. Ja. Team, ik ga geen 5 weken wachten, maar ik zie dat achter u dat er precies volgroeide zijn. Ja, deze zijn oogstklaar. Dus die kunnen we plukken? Die kunnen we nu plukken. Right. Kunnen jij me dan een keer tonen hoe dat gebeurt? Want, of is dat gewoon echt uit de grond trekken? Hier kijken we een beetje van de mooie dikke. Ja. En dan kunnen we die al eruit halen. Oké. Amai. Dus die heeft 5 weken? Die heeft 5 weken gegroeid. Gegroeid. En dat is een jong groeibietje. Dat is een prachtige plant eigenlijk. Hè? Ja, dat is zeker een vast. Heel veel mensen vinden dat rode biet naar grond smaakt. Ik vind dat niet. Maar hoe komt dat eigenlijk? Dat is een beetje eigen aan de rode biet. Je kunt dat wel vermijden door, als je hem gaat garen koken, ja? Het eerst water laten koken, terug afgieten en dan ze garen koken. 2 keer eigenlijk? Ja, en dan is de grondsmaak verdwenen. Dat is een goede tip eigenlijk. Wow, dat is een mooie. Tim, ik vermoed dat als ik nog rode bieten nodig heb, ik ga je niet storen en je zomaar in je tuin komen plukken. Nee, daarvoor hebben we iets anders. Is dat uw winkel? Dat zijn onze 2 frigo's of automaten. Okay. Hier steken we al onze groenten en fruit in die dat we hebben. Ja. En dan moet de bedoeling dat je met gepast geld het geld in de gloof steekt. En je hebt nooit mensen die zo iets pakken en niet betalen? Nee, dat valt heel goed mee. Daar mogen we niet over klagen. Ik ga je wel betalen. Ik ga ze niet zomaar weglopen. Ja. Hoeveel moet ik je daarvoor? 4 rode bieten? Dat is 1 euro. 1 euro? Ja. 1 euro? In de gleuf. Top. Ik vind dat een zalig systeem. Dat is echt zo... Ja. Moet vertrouwen in de mensen.